Het moeten geen dromen zijn die niet waargemaakt kunnen worden. Het moet wel een heel realistisch verhaal zijn. En ik denk dat dat er wel uit gaat komen. Nou ja, we hebben een dorpsambitieplan geschreven. Dat hebben we gedaan in samenspraak met alle belangrijke organisaties, zoals de voetbal, maar ook de school, het dorpshuis, zodat iedereen daar ook via haar achterban kon kijken van wat willen we dan precies. En dat dorpsambitieplan is nu net in juni gereed gekomen en we zijn nu aan het nadenken over hoe we de uitvoering daarvan krijgen. Strak krijgen en daarover zijn we ook in gesprek met de gemeente en met ook de respectievelijke wethouders. En dat is een heel mooi proces, want voor het eerst in een aantal jaren is Aardorp zich nu echt goed aan het organiseren en eigenlijk ook een hele goede gesprekspartner voor de gemeente. Van hoe kunnen we dit hele stuk van Aardorp opnieuw ontwikkelen. En dat, ja, dat is nog wel een spannend proces, want niks is nog besloten. Maar we zijn wel op een hele mooie manier met elkaar in gesprek op basis van het ambitieplan om te kijken dan of we een nieuw kanaalfront voor Aardorp kunnen ontwikkelen. Met ook de belangrijke functies. Zoals wonen voor wat oudere mensen die wel grote huizen achterlaten, maar eigenlijk niet in Aardorp ergens anders kleiner kunnen gaan wonen en een zorgfunctie nodig hebben. Maar ook de jongeren. Die eigenlijk, ja, er is eigenlijk weinig mogelijkheid voor jongeren om in Aardorp te blijven. En dat vinden we dan wel mooi, dat we dan ook willen kijken of we dan de Aardorpers zelf iets kunnen bieden. En waarom ook? Omdat dit, AHOS in 1970, in de jaren 70 moet ik zeggen, ook eigenlijk is betaald door de Aardorpers. Die allemaal €25 bij elkaar hebben gelegd om dit mogelijk te maken. Dus de grond is van ons. Van de Aardorpers. Ja, wij kijken eigenlijk naar de kerk vooral vanwege functies als rouwen en trouwen. Wij vinden dat hele belangrijke maatschappelijke functies. Ja, je bent geboren in Aardorp en hoe mooi zou het zijn als je dan ook afscheid kunt nemen of dat je je kinderen kunt zien trouwen. Kijk, en die kerk die leent zich daarvoor. We hebben prachtige zalen. En als we dan die zalen wat kunnen, zodat iets kunnen bijbouwen, uitbouwen, zodat ook andere functies, een biertje gedronken kan worden, of een film gedraaid kan worden, of een keer een disco, of een keertje een houtdorp, wat we vorige week ook georganiseerd hebben. Maar dat we daar dan ook de faciliteiten voor hebben. Hoe mooi zou dat zijn? Dus we willen het hart eigenlijk van die kerk en de symboliek die daar dan ook uitstraalt bewaren voor Aardorp. Dat vinden we heel belangrijk.